Zo, een hele goede avond. Het is maandag, dus welkom bij je nieuwe weekvlog. Maandagavond, ik heb vandaag niet zoveel gedaan en vanochtend had ik eigenlijk niet zo zin om te vloggen, dus heb ik niet gedaan. Ik ben net even bij een vriendin geweest, dat was erg gezellig. Nu ben ik de weekendvlog aan het editen, nou inmiddels aan het renderen. Ik heb het even omgegooid omdat ik me dus gisteren niet zo lekker voelde. En met mijn verjaardag bezig geweest ben dit weekend. Is er zondag 10 februari dus even geen weekvlog online gekomen. Die komt nu woensdag in plaats van de weekendvlog. En de weekendvlog dus van mijn verjaardag die doe ik dan vrijdag in plaats van een extra video. En dan komt volgende week zondag gewoon weer de weekvlog online. Ik hoop dat het nog duidelijk is, maar dan loop ik het even op die manier in. Dus dat ben ik nu lekker aan het doen. En als dat klaar is, dan is het alweer tijd om te gaan slapen en me op te maken voor de dag van morgen. Dus vandaag even kort maar krachtig, maar vanaf morgen weer volle bak aan het vloggen. Dus welterusten en tot morgen. Zo, goedemorgen. Dinsdag vandaag. Ik sta op het punt om naar mijn werk te gaan. Vanavond kaarten. Beetje vaste prik weer, hè? Zoals altijd. Maar goed, ik zie jullie vanmiddag. Hi. Dag Bianca. Heb je er zin in? Altijd. Ga je winnen vanavond? Dat weet ik niet. Nee, dat is nog maar de vraag. Dat hangt van de kaarten af, hè? Ja, Bianca. Kijken wat je krijgt. Ja. Toch? En wat je ermee doet. Ja. Dat is ook erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Ik ga even een bakje thee halen. En leuk gekaart, leuke tafels gehad, goede punten ook weer, dus dat is mooi. Weer wat meer dan vorige week, dus nou, hè, dat een mooi gemiddelde zo. En nu is het al 10:30, kan je dat zien? Daar kan je dat zien. En nou ga ik toch eerst maar even die enorme bergen afwas opruimen. En mijn brood maken voor morgen. En dan slapen, want als ik dat laat staan, dan morgen ben ik er ook tot laat weg. En dan krijg ik er spijt van, dus laat ik maar even doorpakken. Ik zet mijn luisterboek op mijn hoofd en dan maakt het dan een stuk minder vervelend. Want als ik nu naar bed ga, ga ik ook eerst nog even een boek luisteren. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Nou, ik zie jullie morgen weer. Zo, goedemiddag mensen. Ik ben weer thuis, wou ik zeggen, maar ik ben eigenlijk helemaal niet thuis. Hi. Wat een dag. Het was een hele intensieve dag. Laten we het daarop houden. Maar wel heel leuk en heel leerzaam. Maar ik ben een beetje moe. Dus ik ben blij dat er voor mij gekookt is. En nou ja, even de kok aan het woord. Wat hebben we? We hebben pancafilet met gepelde tomaten en linzen en currypasta en rijst. Nou, eet smakelijk. Ja, jij ook. Zo, ik ben weer thuis. Oh, wat een leuke voorstelling zeg. Was echt heel gaaf. Echt onwijs gelachen. Soendos is een beetje een... ze is wel wat grof, maar toch ook weer niet. Ja, ze maakt... Ze benoemt gewoon hele pijnlijke punten, maar op zo'n grappige manier dat het wel binnenkomt ook of zo. Ik zet jullie even hier neer. Is dat handig? En hoe heet dat? Ja, ik vond haar gewoon heel erg leuk.
En ik was samen met Jeroen. Jeroen zou eerst met een vriend van hem gaan, maar dat ging niet door. Dus toen vroeg hij of ik mee wilde. Nou, dat wilde ik wel. Dus het was eigenlijk heel onverwachts. Het kwam achteraf niet helemaal lekker uit, omdat ik vandaag moest werken. En het is nu al dik over 11 en ik moet alles nog doen. En dan moet ik ook nog eens gaan slapen. En morgen natuurlijk weer werken. Maar goed, geeft niet. Ik heb een superleuke avond gehad en een leuke middag. Het eten was ook heerlijk. Teamdag was ook leuk. Wel intensief. Ik vind die dagen altijd vrij intensief. Maar gewoon leuk. Ja, deze haal ik er even af. Want het is een restantje van vandaag. Die ga ik opbergen. Deze leegmaken en vullen. En dan op naar bed. Ik zie jullie morgen. Morgen. Ik ben nog steeds verkouden. Beetje jammer, maar ja. Gisteravond was het erger, dus ik hoop dat het gewoon iedere dag een beetje beter wordt. Ik heb wonderbaarlijk goed geslapen, gezien de dag die ik gisteren had. Eerst een soort teambuildingsdag, toen naar Jeroen, daar eten, toen naar theater, laat terug. Ja, dat was vermoeiend. Meestal kan ik dan juist niet zo goed slapen, maar lekker geslapen, lekker uitgerust. Dus vandaag weer een dagje aan het werk. Vanavond staat dansles op het programma, maar ik twijfel nog of ik ga. Ten eerste heb ik nog heel veel te doen. Ten tweede heb ik al nu, is dit al mijn tweede avond laat thuis en zo. Daar ga ik ook nooit zo goed op, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb nog heel erg last van mijn schouder. Dus ik laat het even afhangen van hoe het gaat. Of ik wel degelijk ga of niet. Dus dat zien jullie vanzelf. Ik ga lekker mijn daar ontbijtje op eten en naar mijn werk. Ik zie jullie vanmiddag. Zo, goedenavond allemaal. Ik ben weer thuis. Al een poosje, want ik moest wat klusjes doen. Dus die heb ik gelijk maar even gedaan. Ben ik daar vanaf. Ik ga de vlog de week weekend. Ik raak van mezelf in de war als ik dingen omgooi. Moet ik ook niet doen. Jullie hebben afgelopen woensdag de weekvlog gezien. Ja. En jullie gaan nu vrijdag de weekendvlog zien. En zondag weer de weekvlog. Volgende week woensdag weer de weekendvlog. En vrijdag dan weer een extra video. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, ik had een lekker dagje vandaag, jongens. Wat is het lekker weer. Oh, het is nu de 14e. Happy Valentine trouwens. Fijne Valentijnsdag. Laat me even weten wat jullie gedaan hebben. Of jullie wat gedaan hebben. Ik niet. Ook geen post gekregen. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben wel benieuwd wat jullie gedaan hebben, maar dat weer, ach, dat is toch al een Valentijns cadeautje op zich. Het was vandaag 14 graden, geloof ik. En de zon, ach ja, ik hou ervan. Super lekker. Ik ga even editen. Tot zo.